vaak ziet, is je rolt uit de studiebanken, je krijgt een baan. Vooral de eerste jaren werk je hard, want je wil naar een bepaalde functie toe groeien. En dat kan als risico hebben dat je heel erg binnen het hokje zit te kijken van je eigen organisatie. Ja, wat ze hier bij Spark doen is juist echt die innovatie onafhankelijk laten werken van een organisatie. Juist jong professionals uit verschillende organisaties bij elkaar te zetten in een multidisciplinair team. Dat iedereen vanuit zijn eigen achtergrond of zijn eigen organisatie naar het idee keek, waardoor er eigenlijk heel snel stappen gemaakt konden worden. Vandaag hebben we het programma afgedraaid waarin we gekeken hebben met het team wat het oorspronkelijke Bridge Connect idee heeft bedacht. En daarop zijn we eigenlijk ingegaan van hoe kunnen we dat omzetten naar een waardepropositie voor mogelijke klanten. En je gaat gewoon heel erg nadenken, oké, maar wat levert het uiteindelijk op? Het is van belang dat je samen doorbraken kan creëren op bepaalde vraagstukken. Want zolang je dat niet doet, is er ook geen markt en geen vraag. Alle bedrijven worden slimmer van en die kunnen ze het vervolgens weer gebruiken in hun eigen organisatie. Dus je zorgt eigenlijk dat je elkaar slimmer maakt. Dus je kan eigenlijk in een korte tijd, schrikbarend wel veel realiseren. Ik hoop eigenlijk met dit programma een kans te bieden dat je niet je organisatie hoeft te verlaten. Maar ook een bepaald resultaat en een proces doorloopt waar je vervolgens in je organisatie weer gebruik van kan maken. Dat uiteindelijk denk ik een heel waardevolle kruisbestuiving is. Maar ik zeg het niet op papier te zetten, maar het gewoon te gaan doen. Dus, ja.